Okie dokie, daily challenge tijd. Laten we eens zien wat de wereld te herbergen slash verbergen heeft. Dit lijkt me een land te zijn waar ze links rijden en het lijkt me Australië te zijn, misschien Zuid-Afrika. Even kijken of we hier iets nuttigs op zien. Oké. Misschien dat we hier iets zien wat het is. Op dit moment wil ik zeggen dat dit Australië is. Misschien. Eens kijken of we hier een bedlo hebben. Ik kan het zeggen, dat was het de vorige keer. Nee, dat zie je niet. Nou, we even verder zoeken, want ik ben er vrij van overtuigd dat het Australië is, alleen ja, dit is ook weer zoiets waarvan ik zeg van ja, dit kan echt wel vrijwel overal zijn. Jesus. Nope. Ik weet zeker dat er mensen zijn, wat ik zeg, die beter in het spelletje zijn dan ik ben. Die na dat eerste ding gelijk hebben van, oh ja, dit weet ik wel wat het is. Oh, laat me hier spijt van krijgen. Alsjeblieft niet, zeg. Nee, ik ben blij dat ik hem verzet heb. Het was vooral vanwege die bomen die ik daar zag staan. Dat ik zoiets had van, nou, ik denk niet dat het in de buurt van Warrnambool is. Dat zijn bomen die ik in de buurt van Sydney wel gezien heb. Kijk, dat ik dan nog niet helemaal goed zat, dat is een ander verhaal. Maar goed, dat overleven we wel. Net zoals dit. Kijk, mijn gok is op dit moment dat het hier bovenin ergens ligt. Ter bevestiging, dankjewel. Maar dat kan ook makkelijk dat het zo meteen dat het in één keer is van, oh shit, het ligt helemaal onderin. Ik bedoel, Noorwegen is koud, dus Noorwegen heeft veel plekken met sneeuw. Alleen, ja. Yeah. Noorwegen heeft een beetje het, zoals ik het noem, het Chili-syndroom. Dat het feit dat het zo langwerpig is en dat het dan overal kan zijn, ja, dat helpt gewoon niet. Indonesië heeft dat ook, alleen dan in de breedte in plaats van in de lengte. Weet je wat? Ik denk niet dat ik hier iets ga vinden. Dus wat we doen is we gaan omdraaien en kijken of we daar iets vinden. Wellicht dat dat verstandig is, wellicht ook niet. We zien het wel.
Ik weet ook niet meer dat dit sowieso Noorwegen is. Dat we bergen met sneeuw zien. En that's it. Wat ik zeg, mijn beste redenatie is inderdaad van. Het is daar in het noorden, maar. Volgens mij hebben we het wel eens een keer gehad dat we die bergen zagen en dat het uiteindelijk ergens helemaal in het zuiden bleek te zijn. Dat is ook waarom ik een groot voorstander ben van het toekennen van een aantal punten. Ja, nee, ik denk niet dat ik dat ga vinden hier. Tenzij ik echt heel veel mazzel heb. Het was inderdaad wel in orde. Dit is Kenia. Wacht even, dat stond een busje. Wat stond er op dat busje? Niks interessant. Denk dat dit Kenia is. Ik weet het niet zeker. Ja, het probleem is dat. Maar goed, ik weet niet in hoeverre dat. Geocacher bijvoorbeeld Oeganda en Nigeria al toegelaten heeft in de Daily Challenge. Het Jubilee. Naru. Boro. Nyeri. Oké, laten we in ieder geval hier alvast opslaan. Als we een van deze twee zien, dan hebben we eigenlijk al een. Een goed punt. Nieri, daar, oké. Okay. Dat is dan één. Dan moet. Het zou kunnen dat. Laten we het in ieder geval op Nyeri staan, dan weten we dat 36 kilometer vandaan is. Total. Dus dat zou inderdaad wel kunnen kloppen eigenlijk. Ja, Naramoro. Oké, top. Ik wou net zeggen, die total die hebben we gezien. Return to start. Mountain. Zou dat Mountain View Hotel zijn wellicht? Dan zou dat hier of hier kunnen zijn? Nou, oké. Okay. Wat ik zeg, het was een van die twee. Jee! Nee, het was de oprit erboven. Ik zeg, ja, het is een van die twee. Nee, dat is het niet. Wat zeg jij nou? E20, E45. Flensborg. Dat zou degene moeten zijn, Flensburg.
Dan zou dit wel eens Colding kunnen zijn. E20 naar Odense en Aarhus. Zou kunnen, want anders dan dit. Naar E45. Dus ik denk dat dit Colding gaat zijn. Ja, dit is echt nergens op gebaseerd dat ik hem hier wegzet hoor. Puur alleen op het feit dat we hier een rotonde hebben en dan hier. Dat is de enige reden dat ik hem daar wegzet. Ik heb echt voor de rest totaal geen bewijs dat het daar is. Ah, ik kan niet die kant op, dat is jammer. Dat is echt extreem jammer. Dan gaan we deze kant op. Ja, simpel dat. Ik denk dat we wel vrij zeker kunnen zeggen dat het Colding is. Of hoe je het ook op zijn Deens zegt, zeg maar. Daar ben ik vrij van overtuigd. Het enige andere wat eventueel wat mij betreft mogelijk is, maar dat zou raar zijn als het daar naartoe verwijst. Is Flensburg. Maar ik ben er vrij van overtuigd dat het Colding is. Storcenter. Haven. Colding Retail Park. Dankjewel. Oké. Dat is niet hier. Zo dan. Ja, maar dit is niet die rotonde. Dat is het rare. Het was daar. Oh nee, wat erg. Dit is. Het eerste wat ik dacht toen dit inladen was van dit is Zuid-Afrika. Wat het kan zijn hoor, 100%. Ik bedoel. Ik kan niet zien. Ik denk dat het de voorkant van een auto is. Dus dan is dit niet Zuid-Afrika. Dan wil ik zeggen dat dit. Ja, inderdaad. Mexico is. Dan wil ik heel graag een bordje zien. Omdat dit wel eens. Een bus mag ook. Als die bus een bestemming erop heeft staan. Ik denk het niet. Ik weet niet of ze aan de zijkant. Nee. Want mijn idee is dat dit wel is. Hoe heet dat? Baja California kan zijn. Hier hebben we een. El Dorado. Als ik dat opslaan, dan komt daar een splitsing aan, hè? Kijk, en dan hoop ik eigenlijk. Damn it. Ik had gehoopt dat er nog iets zou komen staan van wat deze kant op is.
probleem is dat het echt wel vrijwel overal zou kunnen zijn in de bovenkant van. Van Mexico. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik het gered heb. Net. Net. Het was toch dieper in Mexico dan ik dacht. Veel dieper zelfs. Ja, dat had ik sowieso niet gevonden. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Oh wel. Toch gehaald. Jee. Terwijl het niet eens met hele grote dingen is. Ik ben gewoon wel blij dat ik deze verzet heb. Met name die. Die bomen die ik op het laatste moment zag, dat was echt zoiets van. Ik denk niet dat het daar in de buurt is. De rest zag er echt uit alsof het in de buurt van hier zou zijn. Van Melbourne en zo. Maar toen zag ik die ene boom en ik denk van, nou, ik denk het niet. En dan ben ik eigenlijk nog blij dat ik hem niet eens in de buurt van Sydney wegzet. Want dat had ik ook nog kunnen doen en dan had ik hem denk ik ook niet gehaald. Maar goed, hij is gehaald, dat is het belangrijkste. Morgen is er weer een dag en een nieuwe hele challenge. En dan zeg ik tot morgen.